merci om te komen helpen. Dat is echt geen probleem. Ik wil alles horen. En een geheim feestje dat ik ook niet van u verwacht, Chloe. I know. Maar wat heb je liep? Ah, dat. Ja, gewoon een koortsblaas. Krijg je soms van de stress? Stress? Ja, heel die situatie met de baron en zo. Maar goed, wat is nu je plan om terugvinden te worden met Sarah? Ik dacht misschien aan mijn storycake te bakken. Ja, dat is een keigoed idee. Oh, ik wou echt al lang iets bakken. Maar je moet dan wel persoonlijk je excuses gaan aanbieden en die persoonlijk ook gaan afgeven, hè? Ja, als ze wilt luisteren, hè. Ik hoop dat je helpen. Maar ja, je kunt alleen maar proberen, hè. En dat is normaal als Sarah niet direct terug beste vrienden wilt worden. Maar dit is al een goed begin en als je niet opgeeft, dan komt dat wel goed. Maar Olga gaat niet mee komen afgeven. Ik denk dat dat zo goed gaat overkomen. En ik wil er ook niet tussen komen, want ik snap Sarah ook wel. Ja, ik ook. Had dat echt niet meer mogen doen, maar dat is nu wel te laat. Waarom heb je dat dan gedaan? Ja, ik weet niet, maar ik ga met ze goed overeen met Nora en Shania. En ik kan echt niet voor pissen. Het ging echt een keigoed feestje worden, maar ja, er kwamen ook nog best wel leuke mensen. Hola, Chloe. Wie kwam er misschien? Toch geen speciale boy? Ja, de slagroom is precies. Oh, zeg, dat is geen antwoord op mijn vragen. Jij vertelt me ook niks over uw liefdesleven. Ik heb echt al weken niks meer gehoord over die Rudy. Ah, Rudy. Nee, dat is al lang verleden tijd. Of het gaat iemand anders? Maar nee. Is die taart niet zo goed? Maar nee, dat is kei raar. Zo één mini-klein toefje op die taart. Maar ik denk dat er ook beneden een spuitbus ligt van die slagroom. Wacht, ik ga even kijken. Chloe is letterlijk 3 meter verder. Maar één snel kusje, kom aan. Gaat je me dan met rust laten? Ik zou mij aanstaan, want ik hoor ze denk ik al. Ik ben toch wel een playboy, ik zou zo de meisjes overtuigen. Ja, ieder zijn talenten, hè. Maar Ruben, ik kan echt niet meer liegen tegen Chloe. Allee, het gaat niet net zo goed tussen ons. Is het niet tijd om... Gevonden! Dus ik mag dat uitlikken, hè? Ja, ja, doe maar. Ja, kijk hoe. Wat was dat allemaal? Ben jij benieuwd naar de hele aflevering? Klik dan snel op de link in de beschrijving en kijk verder op VTM Go!